welkom bij deze nieuwe video. Zitten we weer allemaal klaar voor deze geweldige video van vandaag? Ik ga vandaag jullie favoriete, meest gekochte make-up producten gebruiken. En met jullie bedoel ik ook echt jullie, de consumenten. Dus niet de beauty vloggers, niet de influencers, niet de MUA's. Hun allemaal niet. Het gaat mij vandaag om de favoriete producten van de consument. Want de make-up die ik altijd voorbij zie komen bij influencers en bij beauty vloggers en zo, is niet per se de make-up die het meest wordt gekocht door de consument. Influencers zijn meestal meer van de heftige make-up en de veel make-up, terwijl de consument is vaak gewoon van de everyday, neutrale kleuren, toch iets minder make-up. Dus je kunt toch af en toe best wel een verschil zien in de make-up van de consument en de make-up van de beauty vloggers. Inclusief mezelf, van de make-up die ik vaak gebruik is ook altijd best wel heftig. Dus ik heb een beetje gegoogeld en ik heb gekeken naar de best verkochte make-up producten. Dus vind je de video nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga zoals bijna altijd weer beginnen met de ogen. En ik heb opgezocht top 10 best verkochte oogschaduwpaletten van 2019 en 2020. Een van die paletjes die daaruit kwam, ik ben ook een beetje op zoek gegaan naar een paletje die ik nog niet heel vaak heb gebruikt op mijn kanaal. Want een van de paletjes die ook echt kwam was ABH Soft Glam en zo. Alleen die heb ik allemaal al best wel vaak gebruikt. Maar een paletje die ook vaak kwam is de Urban Decay Naked Heat paletje. Dit paletje is kennelijk ook heel veel gekocht door jullie. En ik begrijp ook waarom. Want het is een prachtige, neutrale, everyday oogschaduw paletje met vooral warme kleuren. En de meeste mensen houden toch wel van dit soort warme kleuren. Dus ondanks dat ik dit paletje niet heel vaak heb gezien online en zo. Het is wel een heel goed paletje. Ik vind hem ook heel goed. Was ik wel een beetje in shock dat hij bij de top 10 best verkochte oogschaduwpaletten hoorde. Maar kennelijk is de consument er heel blij mee. Ik vind dit ook een heel fijn paletje. Ik heb het ook wel eens gebruikt op mijn kanaal. Ik heb hem nou al 2 jaar of zo. En ja, ik ben dus enthousiast om dit paletje te gaan gebruiken. Dus we gaan weer inzoomen op de ogen. Ik ga weer beginnen met het primen van mijn oogleden. En ik gebruik zoals altijd mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik ga beginnen met de matte kleur hier, die heet Cayenne. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog met mijn BH Cosmetics nummer 101 kwast, groot fluffy kwast. Fun fact, ik heb dit paletje gehad als een cadeautje. Ik was er echt zo blij mee. Dan ga ik in met een beetje meer roodachtige matte kleur, die heet He-Devil. Dan pak ik een platte fluffy kwast en die kleur ga ik aanbrengen vooral hier in de hoek. En ik blend het ook zo helemaal naar binnen in mijn arcadeboog. Maar ik breng eerst even hier een beetje veel aan. Dan pak ik de lichte nude kleur hier, die heet Chaser. En dan met weer die grote fluffy kwast ga ik met die kleur een beetje over de randen. Om het extra goed te blenden allemaal en goed smoky te maken. Dan pak ik hier een beetje een iets donkerdere, een beetje bordeaux rode kleur, die heet Enfuego. Nou wil ik een beetje een soort van een halo momentje creëren. Dus ik ga die kleur hier aanbrengen en ook hier in de binnenste hoek. En dan hou ik het zo in het midden een beetje nog lichtjes. Ik wilde gaan zeggen, dit wordt een draagbare look. Maar ik denk, weet je wat, hou maar gewoon je mond. Want altijd wanneer ik dat zeg, eindig ik met een cut crease met glitter en kleurtjes en al die dingen. Dus we zien wel aan het einde van de video of het een draagbare look wordt of niet. Ik heb dus nou hier een beetje ingedrukt en hier. En dan ga ik het met een kleine fluffy kwast een beetje blenden in de andere kleuren. Ik heb weer een beetje gepakt van die kleur om het ook mee te blenden. Dan pak ik de glanzende kleur hier, die heet Lumbre. En die kleur ga ik zo aanbrengen hier in het midden van mijn ooglid. Oeh, hele mooie kleur, love it. En dan met die fluffy kwast van net ga ik een beetje de randen inblenden met de andere kleuren. Ik heb niks mee gedaan op de kwast, hij is gewoon soort van schoon. Mensen, I love it. Echt heel mooi dit. Dan ga ik nog een beetje iets extra's erbij doen, want zo ben ik. Ik wil een beetje glitter. Van W7 Cosmetica heb ik hier de Hot Lava Glitter Eyeliner. In een prachtige, beetje warme, oranje-achtige kleur. Deze kleur heet Molten Rock. Ik had die gehaald in een set met 3 van deze. Deze zijn by the way echt geweldig. Ik heb er echt like 10 of zo. Deze zijn echt fantastisch. En met die glitter liner ga ik een beetje zo over die glanzende kleur om een beetje glitter aan te brengen. Want dat vind ik wel mooi. De kleur matcht ook echt perfect met de look.
En ik breng het ook best wel hoog aan, want ik heb hooded eyes. Dus wanneer ik naar voren kijk, valt altijd bijna mijn hele oogschaduw gewoon weg. Dus ik wil dat als ik zo kijk, je de glitter ook nog hier goed kunt zien. Dus vandaar dat ik het best wel hoog aanbreng. Kijk even hoe mooi dit is. Is dit niet echt gewoon fantastisch? I love it. Een van de beste eyeliners is de gel eyeliner van Maybelline. En ik ben het daar helemaal mee eens, want hij is echt fantastisch. Ik zou hem echt veel vaker moeten gebruiken. Maar ja, ik ben nooit echt zo per se van de gels. Ik ben altijd gewoon van de liquids. Maar deze is echt fantastisch. Heb ik ook al een keer verteld in een video. Dus ik ga even hiermee een wing maken. Een van de best verkochte mascara's die ik ook heb. En ik vind hem ook echt geweldig. En deze mascara is zo vaak genoemd door jullie. Is de Princess Lash Mascara. Ik gebruik de groene. Je hebt een aantal kleuren. Dit is echt naar mijn mening de beste Essence Mascara die er is. En hij is super goedkoop. Is rond de 3 euro. En I love it. By the way, de best verkochte mascara ter wereld. Die heb ik helaas niet. Maar dat is de Better Than Sex Mascara van Too Faced. Die staat op nummer 1. Maar ja, helaas heb ik die niet. Oké, mensen, dit is het moment dat ik een beetje ga vals spelen. Ik ga het gewoon doen, I'm sorry. Een van de best verkochte wimpers zijn Ardell. Ik heb hier de magnetische van hun. En ik heb hier naturel wimpers van hun. Ardell is te naturel voor mij. Je kunt ze gewoon letterlijk niet zien op mijn ogen. Ook de heftige, de meeste heftige van Ardell heb ik ook gehad. En zijn ook te naturel. Ze zijn gewoon niet heftig genoeg. Niet lang genoeg. Ook niet als ik ze sterk. Ze zijn gewoon niet lang genoeg voor mijn ogen. Dus je ziet ze gewoon niet als ik ze opdoe. Dus ik ga cheaten. Maar ik wilde wel even laten weten dat Ardell een van de best verkochte is. Die ik nou ga opdoen zijn van de Primark. Stijl 747. Lekker heftig en lang. Ik kom zo bij jullie terug. We zijn weer lekker uitgezoomd. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. En de primer die ik zal gaan gebruiken is echt, denk ik, geen verrassing voor de meesten. Een van de best verkochte primers aller tijden is de Benefit Professional Primer. En dit is ook echt een goede gezichtprimer. Hij heet dus echt Professional, dus voor de poriën. Dus echt voor hier. Dit is echt een geweldige primer. Mijn zus gebruikte alleen maar bio make-up. Maar in de tijd dat zij nog gewoon normale make-up gebruikte, gebruikte zij hem ook. Want zij heeft hier best wel veel. En zij had er ook altijd wel last van. En ze wilde ze graag bedekken. En toen zij de Benefit Professional ging gebruiken, zei zij echt, oh mijn god, ik heb nog nooit zoveel verschil gezien. Alles hier is helemaal geblurred. Dus dit is echt een fantastische primer. En ik vind dat ook. Dus deze ga ik maar even gebruiken. Ik moet wel zeggen, breng niet te veel aan. Want breng het echt alleen maar zo hier aan. Gewoon op de plekken waar je echt alles wilt vervagen. Want als je dit aanbrengt over je hele neus, over je hele gezicht. Het is best wel gladjes. En je make-up blijft dan niet goed zitten. Dus breng niet te veel aan. Ik ga het ook even alleen maar zo hier aanbrengen. Dit is echt een geweldige primer voor de poriën. Ja, ik zie ook gelijk hoe het hier helemaal wordt geblurred. Helemaal egaal. I love it. We gaan verder met foundation. Je hebt de dure categorie en je hebt de betaalbare drugstore categorie. Qua duur staat echt op nummer 1 Estee Lauder Double Wear. Is het Lauder of is het Lauder? I don't know. Estee Lauder. Die heb ik ook echt een hele lange tijd gehad. Die is nou op, maar die was ook echt fantastisch. Is echt een geweldige foundation. Is echt je geld waard. Qua betaalbaar staan er echt twee die het meest zijn verkocht. Allebei van L'Oreal. Je hebt hier de True Match en hier de Infallible. Deze heeft iets meer dekking en deze is iets meer naturel. Dus het is maar voor welke look je wilt gaan. Allebei fantastisch. Allebei alleen nou niet echt mijn kleur, maar oké. Ik denk dat de Infallible heb ik in Mil Honey. Ja, oh mijn god, ik heb heel tijd verkeerde kleuren omdat ik dus heel tijd bruin. Omdat ik deze al best wel vaak heb gebruikt, ga ik toch gewoon voor deze. Ook al is hij niet helemaal perfect mijn kleur, maar ik heb schijt. Ik heb schijt! Ik vind hem ook echt fantastisch. Ik moet echt een andere kleur halen, maar ik vergeet het steeds. Op zich is hij op dit moment niet heel slecht. Op zich matcht dit echt best wel goed. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oké, mensen, jullie kunnen mij echt allemaal weggooien. Want een van de best verkochte concealers is de Touche L'Eclat. Touche Eclat of zoiets van Yves Saint Laurent. Oh mijn god, deze concealer is zo slecht. Ik snap niet dat hij veel is verkocht. Hij dekt totaal niet.
Hij maakt het wel hier iets lichter, maar hij dekt echt totaal niet. Ik denk dat gewoon mensen heel erg houden van een naturel effect, want dat is hij zeker. Maar hij dekt zo weinig dat het heeft niet eens nut om hem op te doen. Maar goed, ik ga hem gewoon aanbrengen jongens, maar wel echt met tegenzin. En ik breng gewoon lekker veel aan in de hoop dat hij toch een beetje dekt. Een van de best verkochte losse poeders waar ik wel blij mee ben, is de Cody Airspun losse poeder. Ik heb niet de normale, ik heb die met extra dekking te koop bij Boozy Shop. Fantastisch, super goede poeder. Vooral als je een poeder wilt die ook echt goed dekt, dan is dit echt jouw beste vriend. I love it. En Lord knows dat ik echt een beetje dekking nodig heb na deze fantastische concealer. Fun fact over de poeder. Deze poeder wordt dus ook heel vaak gebruikt door drag queens. Omdat hij dus zoveel dekking heeft. En je make-up echt beter laat zitten. Beter en langer. Qua contourpoeder staat echt absoluut op nummer 1 Kat Von D contourpoederpaletje. Ik heb de kleine versie ervan. De Shade & Light kleine versie. Alleen je hebt ook een heel groot paletje. En die is het meest verkocht. Ik was ook toen in Sephora op zoek naar dat paletje. Maar ik kon hem niet vinden. Dus heb ik gewoon maar de kleine gehaald. Deze heb ik gehaald in Sephora in Spanje. En ik heb de kleur Deep. En hiermee ga ik even mijn neus contouren en mijn wangen. En dan breng ik ook nog een beetje van mijn Essence Brighten Up poeder aan hier onder mijn ogen. Voor nog meer dekking, want hè, nogmaals die concealer. En dan een beetje Max & More Fixing Spray. En nu kunnen we weer verder met de orde van de dag. Ik ga mijn ogen afmaken, dus ik pak weer mijn paletje erbij. En ik ga deze kleur hier en de kleur hier allebei een beetje mixen en aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik ook de hele lichte glanzende kleur hier, die heet Ants. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoeken. En dan ook een beetje mascara op de onderste wimpers, maar ik ga ze eerst primen met de geweldige L'Oreal Mascara Primer. Ik moet nou heel even wachten totdat de primer droogt. Dus ik ga even bronzen. En de bronzer die ik ga gebruiken komt denk ik ook niet echt als een verrassing. De nummer 1 best verkochte bronzer is de Benefit Hoola bronzer. En het is ook echt een fantastische bronzer. De kleur is echt gewoon perfect voor bijna elke huidskleur. Het is ook een perfecte contourkleur. Het is echt gewoon goed voor bronzer, contouren en voor veel huidskleuren. Dat maakt hem echt geweldig. Je hebt nou ook andere versies van de Hoola bronzer. Je hebt nou ook de Hoola Light, die is iets lichter. Je hebt ook de Hoola Caramel, die vind ik geweldig. Die is iets meer warm. Je hebt ook nog de Hoola, die is echt heel donkerbruin voor een meer donkere huidskleur. Dus ze hebben het uitgebreid. Maar ik ga voor nu gewoon de normale gebruiken. Ja, mensen, echt een prachtige bronzer. Hij is wel meer een beetje richting de cool tone. Als je daar niet van houdt en je houdt echt van warm, zoals ik, dan zou ik gaan voor de Hoola Caramel. Die is ook echt fantastisch en die is mooi warm. Oké, ik ga even de mascara aanbrengen. We gaan verder met blush. Er zijn weer een aantal blushes die het meest zijn verkocht. Die op nummer 1 staat, is er ook weer eentje die ik niet heb. I'm sorry, ik had misschien eerst onderzoek moeten doen en al die make-up moeten halen voordat ik de video maakte. Ik dacht dat ik al de make-up wel zou hebben, maar kennelijk niet. Maar die op nummer 1 staat is de Orgasm Blush van NARS. Dat is de nummer 1 best verkochte blush. Maar een blush die ook in dat rijtje staat zijn de Milani Baked Blushes. Ik heb er hier 2. Ik heb Luminoso. Die is echt heel populair. En ik heb de kleur Berry Amour nummer 3. Deze is heel fijn ook voor de donkere huidskleur. Dus als je dat hebt, dit is echt een goede blush voor jou. Ik ga vandaag ook voor die kleur. Een van de best verkochte highlighters is van MAC. De MAC Mineralize Skin Finish of zoiets. Ik heb hier Soft & Gentle. Deze had ik ook gekocht door een van jullie die mij dit had aangeraden. Ik moet wel zeggen, ik vind hem de hele heftige hype niet per se waard. Want zo geweldig vind ik hem niet. Ik heb echt een aantal andere die ik echt veel beter vind. Desalniettemin vind ik hem wel echt fantastisch en heel erg mooi. Alleen ik vind hem niet zo goed als hoe altijd iedereen doet. Snap je wat ik bedoel? Plus hij is best wel poederig en ik moet altijd eerst mijn kwast een beetje nat maken met fixing sprays. En ik heb hier ook dus andere waarbij ik dat niet hoef te doen. Dus dat is een beetje waarom ik hem niet echt zo geweldig vind.
We gaan verder naar de best verkochte lipstick. Ik denk dat qua lipsticks ook MAC weer best wel hoog staat. MAC heeft echt fantastische lipsticks. Ik vind ze ook echt geweldig. Ook echt gewoon de prijs waard. I love them. En een van de best verkochte lipsticks van hun is Velvet Teddy. En die heb ik ook. En die is, zoals je kunt zien, vaak gebruikt. En mensen, ik ga echt niet snel door mijn lipsticks heen, want ik heb er best wel veel en ik wissel ook echt heel vaak af. Dus dat ik hem zo vaak heb gebruikt dat hij gewoon bijna op is, zegt echt al genoeg. Deze is echt fantastisch. Ik ga hem wel mixen met mijn Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Is dit niet echt gewoon fantastisch? Dit is echt een mooie lipstick. Ik raad hem echt iedereen aan. Ook gecombineerd met de Sweet Tea Lip Pencil. Dan ga ik afsluiten met Fixing Spray. En oh my god mensen, jullie gaan me echt haten. Maar ik heb ook de best verkochte Fixing Spray niet. En dat is de Urban Decay All Nighter Fixing Spray. Die staat echt op nummer 1. Om het nog erger te maken, ik heb helemaal geen enkele Fixing Spray die in de top 10 staat van meest verkocht. Dus... Shame. Shame. Ik ga dus gewoon een fixing spray laten zien waarvan ik vind dat hij echt in de top 10 van de best verkochte fixing sprays hoort. En dat is de Revolution Hyaluronic Fix fixing spray. Fantastische betaalbare spray, vooral mensen met een droge huid. Echt, hij is zo hydraterend, zo plumping. Ik vind hem echt fantastisch. Ik ben zo ontzettend blij met hoe de look is geworden. Prachtig. Dit paletje verdient echt meer liefde online. Hij heeft al heel veel liefde gehad van jullie, de consument. Maar ik vind dat hij online niet vaak genoeg is laten zien. Echt geweldig. Kijk die look, hoe mooi. Ook zo met die glitter. De enige twee producten waar ik niet helemaal achter sta is sowieso de concealer. Ik vind die gewoon echt bagger. En de highlighter. Ik vind hem wel echt heel mooi. Kijk even die glow, hoe prachtig. Maar ik vind hem gewoon niet per se die hype waard. Dus dat zijn de enige twee dingetjes. Maar voor de rest, deze hele look, alle producten, fantastisch. I love it. En ja, ik vind het zo een mooi look. En ik denk ook dat jullie het echt een mooi look vinden. Omdat het toch wel echt draagbaar is. Dit is echt een full glam look die ik zou maken voor een trouwfeest. Voor een feest, voor uitgaan, dat soort dingen. Uiteindelijk toch wel een draagbare look geworden. En daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben echt trots op mezelf, Sarah. Gewoon een keer een normale, draagbare, mooie look. I love it. Ik ben heel benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Dus let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. Abonneren is helemaal gratis, is maar één klik. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!